gelukt. Hoe het in Malaga en Brussel is gegaan, dat ziet u zo. We gaan eerst kennis maken met Jerry, Frans en Robert. En daar zitten ze, de heren. Hallo Jerry. Hallo. Helemaal gek van voetbal ben jij, hè? Helemaal gek. En je doet het heel vaak per week ook, hè? Twee keer trainen en zonder, hè? Drie keer in de week, in hart en nieren. Wat zou je allemaal in je leven willen verder? Ik zit op kantoor, maar het liefst diep in mijn hart zou ik vertegenwoordiger willen worden. Ja. In sportartikelen of kleren. En iets met toneel. Ik heb vroeger als kleine jongen toneel gespeeld. Ja, je zou zeggen, nou speel ik nog toneel. Maar als kleine jongen heb ik vroeger veel toneel gespeeld. En dat vond ik hartstikke leuk. Je bent expert. Expert, ja. In containers, vuur, reparatie en opslag. Maar je zit achter dat bureau? Ik zit achter het bureau, ja. Van 8:30 tot 5. En ik ben een jongen die heel snel afgeleid is. Als iemand een pen laat vallen bij mijn kantoor, dan kan ik daar een kwartier over horen. Over die pen. Ik ben heel erg snel afgeleid. Ja. Dus, maar daarvoor. Maar goed, je reageert je wel af bij het voetballen? Ik reageer me af bij het voetballen in het veld, zeker, ja. Ja. Dan ben ik agressief. Ik ga even met je buurman praten, want okay. Dat is Frans. Ja. En die heeft ook al zo'n heleboel te vertellen. Want die is weer dol op auto's. Auto, ja, autorace eigenlijk. Ja, maar je probeert ze toch ook... auto's vind ik ook leuk, ja. Je probeert ze te repareren, of althans... Nou, ik ben niet zo technisch, hoor. Nee, maar daar ben je toch voor op school? Jawel, goed, maar ik pak toch alleen de goede dingen eruit van. En wat vind jij de goede dingen dan? Ik zoek het toch een klein beetje meer op het commerciële vlak aan. Verkopen, ja. En toch, het leven bestaat een beetje uit verkopen. Ik ga hem hier vanavond ook even proberen te verkopen. Of het lukt, dat is het. Dat is het afwachten. Ik heb in 1983 en 1986 meegedaan aan een challenge. Eigenlijk van een hele grote tabaksponsor. En dat heb ik gewonnen in 86. En daar heb ik in 87 een jaar mogen racen eigenlijk met de Formule 1600. Nou, het lijkt me een verschrikkelijke opwinding. Ja, ik heb het ontzettend aangeleden. Je kan hem nog een beetje zien. Ja, ja. Hé, hey Robert. En jij bent verschrikkelijk gek van zeilen. Ja. En dat doe je ook heel erg. En zelfs met die kou ga je de Alkmaar de Meer op met je broer. Ja, inderdaad. Dat klopt. We zijn dit jaar gestart eigenlijk met de wintertraining voor het eerst. Ja. Omdat we vorig jaar boven verwachting eigenlijk vrij goed geëindigd zijn met het Nederlands kampioenschap. Hè? En nou willen we eigenlijk de troonkampioen, dus de Nederlands kampioen, die we ook redelijk goed kennen, willen we van zijn troon stoten. Je weet ook hoe die kan, dus. Ja, inderdaad. Verdraaid goede zeilen is dat. En dat zijn van die zeilboten met twee zijkanten en een lapje ertussen, hè? Nou, twee aparte rompen zijn het met een trampoline ertussen, inderdaad. Ja, ja. Maar heel sportief zeilen. Je kan niet eens lekker even in de kajuit een eitje bakken of zo. Nee. Dat is er niet bij, hè? Nou, je kan wel proberen een eitje te bakken, maar ik denk dat je weinig vuur erop krijgt. Ook in dat veel succes gewenst. Dankjewel. Maar eerst doen we dit even, jongens. Prima. Zet hem op. Zij is 20 jaar, komt uit Veenendaal, is gek op fotografie en heeft als passie brillen. Het is Annemarie Bakker. Hoi, ja. Ga zitten. Mag ik even naar je bril kijken? Dat is een hele mooie, hè? Heb je er een heleboel? Ja. Vertel wat meer van jezelf. Nou, mijn hobby is fotografie. Ik zit op de MDS. In Arnhem, detailhandelschool. Ja. En in de weekenden werk ik bij mijn vader in de zaak, een fotozaak. Dus vandaar dat fotograferen weer? Vandaar dat fotograferen, ja. En wat fotografeer je zoal? Poserende personen of buiten? Nou, zelf in mijn vrije tijd doe ik het niet zoveel, maar bij ons in de winkel, ja, pasfoto's. Oh ja, dus en echt... En in mijn vrije tijd, ja, vakantiefoto's en af en toe portretjes. We gaan het spel spelen. Prima. Daar gaat ie. Oké. Okay. Eerste vraag aan de eerste persoon, want het is de eerste ronde. Ik weet niet of je jezelf elektrisch scheert of met het mes, maar als je 's morgens voor de spiegel staat, wat zie je dan en wat denk je daarbij? Jerry, wat denk je dan? Ja, Anne-Marie, hè, was het? Ja. Anne-Marie, ik denk dat ik mazzel heb. Ik zie een vrolijk gezicht in de spiegel, gelukkig. Zeg maar gewoon een lachende mandarijn. En voor ik het schuim van mijn gezicht afveeg, denk ik, hey, je bent lekker Becky. Maar kijk, zo is iets intelligenter.
En Frans? Nou, Annemarie, voor mij ligt dat eigenlijk iets anders. We zouden wel een flinke mandarijn moeten hebben, maar... eerst loop ik er even heel snel voorbij en dan denk ik, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Maar dat wil ik eigenlijk niet op verder gaan, want dat zou verkeerde suggesties wekken. Maar uiteindelijk denk ik toch maar, ach, je hebt best een lekker koppie en kijk nog maar niet te lang, want ach, schoonheid vergaat, hè. Dat weet je. Heel verstandig is hij, hè. Toen ik vanmorgen voor de spiegel stond, toen dacht ik van nou, laat ik me vandaag maar met een mes scheren, want als ik eventueel met de toos weg mag, dan zou ik eerst nog wel een hout moeten kussen. Ja. Robert, wat vind jij ervan als je naar jezelf kijkt? Nou, ik ben van nature nogal een druk persoon. Dus ja, als ik dan voor die spiegel sta, dan doe ik altijd even dat spelletje van Hint. En dan probeer ik altijd het spreekwoord, wie niet sterk is, moet maar slim zijn, uit te duiden. En verder, ja, ik heb een lekkere vlotte bobbel, maar ik denk toch meer dat ik het van mijn sensueel mannelijke uitstraling vind. Dit was een heel verhaal, hè? Ja. Goed, tweede ronde, daar gaat hij. Wie vraag je de vraag? Nummer 3. Robert? Je ziet wel eens stickers met hockeyers doen het met een stokkie, windsurfers doen het standing up of parachutisten doen het in de lucht. Als er voor jou zo'n sticker zou komen, wat moet daar dan op staan? Nou, als ik een combinatie moet maken van mijn karakter, mijn voorkeur en mijn beroep, dan zou er zo'n beetje op moeten staan van Robert doet het oerend hard. Robert doet het met de knoppen. Robert doet het langs de weg zo'n beetje. Wie nu? Nummer 1. Ja, als er van mij zo'n sticker uit moet komen, dan zal er zeker op staan, Jerry doet het lachend. Maar ik denk dat die sticker alweer een beetje geweest is. Dus ik doe liever mee in die nieuwe campagne. Jerry gebruikt ze, ook in de rust. Mijn eerste sticker zou er uitzien, denk ik, met een groot vraagteken van geef Frans een kans. Maar, maar als ik nou iets over mezelf moet vertellen, dan staat erop van met Frans duurde het langst. Hoe vind je die? Kijk, en als ik jou nou een kleine hint mag geven, dan zit je eigenlijk met Frans nooit zonder, want hij doet het ook heel graag in de Tarzanbocht, weet je. Derde ronde. Wie wil je nog meteen weer een vraag stellen? Frans. Als ik je moeder zou opbellen en haar zou vragen naar een vervelende en een goede eigenschap van jou, wat zou je dan zeggen? Wat ze van mij zou zeggen? Ja. Nou, ik denk dat mijn moeder van mij geen fout woord zou zeggen, maar ik denk dat ze wel misschien het een en ander zou denken. Ik denk dat ze denkt van dat ik eens een klein beetje kalmer moet gaan en vroeger naar bed moet gaan. Maar goede dingen vindt ze van... ze vindt het wel leuk dat ik gewoon veel... Wacht even, ik denk dat we even moeten stoppen. Een beetje veel, man. Nee, je gesprek. Ja, er zit een king in de kabel. Doe je veel of te veel? Wat ik te veel doe? Ja, daar was je mee bezig. Ik ben te veel weg, geloof ik gewoon. Ben je moeder weg? Ja, ik ben heel veel weg thuis. Ja. Krijg je het mens gauw ruzie, hè? Ja, zo rustig. Dat is Frans. Robert. Nou, ik denk dat als je moeder aan de telefoon zou hebben, dat ze zou zeggen van... ze een hoop lol wil hebben. Een leuke, gezellige jongen mee wilt hebben. Dat met hem een keertje een gezellig avondje moet gaan stappen. En ja, voor de negatieve dingen, dan moet je toch wat... Maar een kritischer iemand zijn, dat is mijn vader. Nou,
dan Jenny nog even, hè? Ja. Jenny, wat zegt jouw moeder van je? Mijn moeder zegt, de goede eigenschap, dat ik voor iedereen klaar sta. Ze kunnen mij voor iedere boodschap wegsturen. Maar staan, als ze tegen mij zeggen, gaat de schapen water geven, dan doe ik dat. Ze sturen mij ook wel weg. En mijn slechte eigenschap is dat ik technisch ben. Ik kan nog geen spijker in de muur slaan. En dat ik thuis kom, alle kasten open ruk voor de kaakjes en de cookies. En dat is een slechte eigenschap, denk ik. Laten we het even controleren, want ik heb uitgenodigd moeder 1, 2 en 3. Hier. U bent de moeder van? Jerry. Van Jerry. Nou, ja. Vertel eens wat van hem. Jerry is heel erg spontaan. Royaal. En een pluspunt is, hij heeft veel vrienden en vriendinnen. Hij is gek op verkleedpartijtjes. Hoeden en mutsen. Leuk. Kijk maar goed naar de moeders, want dan weet je misschien ook een beetje hoe de zonen eruit zien. Dit is de moeder van Frans. Ja. Ja. Frans, een vrolijk guitig ventje. Vol avontuur. Hij was amper 4 jaar en kroop achter het stuur in de auto van zijn oom. Zijn pootjes natuurlijk te kort voor het gaspedaal. Half over stuur kijkend de auto in beweging bracht. En met een snelle vaart tegen een boom kwam en daarna tegen de muur tot stilstand kwam. Dat was lang. Dit is de moeder van Robert. Aangenaam. Ja, hallo. Robert is een vreselijk spontaan, royaal jochie, die altijd bij hem aankloppen. En zijn negatieve punten zijn dat hij een beetje driftkikker is. Ja. Dat wisten we nog niet. Nou, dit waren de drie moeders die plotseling opkwamen dagen. En jij hebt intussen misschien je een beeld kunnen vormen van de persoon die je met je mee wilt hebben. Hè? Denk het wel. Maar goed, we hebben nog één uitvlucht en dat is de stem. Die gaat je nog een beetje helpen. Wie kiest zij? Nummer 1 die het gezicht heeft van een lachende mandarijn, gek is op hoeden, maar ze gebruikt in de rust. Of kiest zij nummer 2? Wiens schoonheid vergaat, het doet in de tas aan bocht en als kind al een auto te... Er is inmiddels een heleboel gebeurd. Ja. En je hebt eigenlijk een beetje meer tijd gehad dan een ander door die moeders die opkwamen dragen. Ja. Maar nou moet je het zeggen. Nummer 3. Nummer 3. Dan heb je laten zitten nummer 1 en dat is Jerry. En die willen we graag even zien. Hoi. Laat je even aan het publiek zien. Kijk, dit is hem nou, maar jullie hadden hem al gezien. Heel veel succes met Robert, wereldgozer. Wereldgozer. Dag. Ja, het moment is daar. Ga op de stip zitten. Staan. En ja, gekozen heb je, maar hoe hoop je dat hij eruit ziet? Uiterlijk of karakter? Laten we het maar op het uiterlijk houden. Ja, mooie ogen. Want daar kijk ik altijd als eerste naar. Het liefst een beetje lichte sprekende ogen. Lichte sprekende ogen. Beetje donker haar, kort, beetje achterover. Dat klopt dus niet helemaal, neem ik aan. Nou ja, jongens, daar gaat het. 1, 2.